Dus dit is hem. Supermooi. Oh mijn god, hij uploadt me niet. Dus ik heb 3 pakketjes. Ziet er raar uit zo, hè? Goedemorgen, het is vandaag maandagochtend en ik moet naar de tandarts. Ik heb er echt geen zin in. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog trouwens. Maar goed, ik moet naar de tandarts en daarom ben ik ook wakker, want ik hoef eigenlijk pas 1:30 te beginnen. Maar ik moet naar de tandarts om 9:45. En dan moet ik de trein om 11:15 en dan heb ik school tot 4:15. Dus dat is eigenlijk, ik haat het tandarts echt heel erg, dus we gaan het zien. Ik heb me klaargemaakt, omgekleed. Ik laat jullie zo wel even mijn outfitje zien. En vanavond ga ik sporten, dus als ik thuis kom van school moet ik ook gelijk omkleden en ga ik sporten. Ik hoop dat ik dat red en eigenlijk hoop ik ook dat ik de trein eerder kan nemen vanuit school. Zodat ik iets eerder thuis ben en gewoon normaal kan functioneren voor ik ga sporten. Nou ja, whatever. Ik laat even mijn outfit aan jullie zien. Nou, hieronder ga ik straks schimpen doen, maar dat doe ik nog wel. Ik draag eigenlijk alles van Chiquelle. Dus deze broek van Chiquelle, die kennen jullie nu wel. Haha. En deze top. Sieraden zijn verschild Lily, Majorly. En scrunchie van Ali. Ik had echt de worst wenkbrauw day ever. Niet te doen, maar goed. We moeten er maar iets van maken. Dat eigenlijk. Ik ga even mijn bril in mijn tas doen. Dus dat is wat ik ga doen. En dan ga ik lekker eten. En dan naar de tandarts. My life. Je weet vast alweer hoe laat het is. Ja, wanneer is het niet zo laat als ik naar de tandarts ga. Ik heb weer een gaatje. Haha. En in plaats van dat mensen 2 keer in het jaar naar een tandarts gaan, want volgens mij moet je 1 keer in het half jaar, ben ik er echt 4 keer in het jaar. Omdat elke keer wanneer ik op controle moet komen, heb ik een gaatje. En het is niet dat ik niet goed poets. Oh, ik poets hier echt als de beste in het gezin. Ik heb al sinds ik klein ben gaatjes. Ik had ook altijd knarstanden, dus echt van die mini tandjes. Maar mijn kiezen die zijn gewoon niet goed. Of zo, ja. Het is niet dat ze rotten of zo. Gadverdamme, absoluut niet. Ze zien er gewoon heel goed uit. Maar ik heb gewoon altijd een gaatje. En dan gaat de vulling er weer uit en dan heb ik weer een gaatje. En dan gaat de vulling er weer uit en dan heb ik weer een gaatje. Maar ik word er echt niet goed van. Oh, dus nu moet ik volgende week hem laten vullen. En het is deze boosdoener hier bovenin. Komt ook wel dat deze extra belast wordt omdat ik hier een kies minder heb. Die heb ik moeten laten trekken omdat die scheef groeide. En anders mijn andere kies ging aantasten. Dus die moest eruit. Dat vond ik echt niet leuk. Maar daardoor heeft deze zeg maar meer te voortduren. Maar echt, ik word er echt niet goed van. Ik word hier zo chagrijnig van. Als ik iets haat is het de tandarts. Als ik iets nog meer haat zijn het prikjes. Dus ik heb ook nooit verdoving. Maar dat is echt een scheidgevoel van je te Tokio. Als we je dat gaan uithollen. Dat gaatje nou echt. Ik word er echt helemaal lijf van. Maar goed, ze zei ja, we hebben morgen wel een prikje. Ik dacht nee, dat gaan we eens even helemaal niet doen. Dus ik heb volgende week vrijdag kun je wel denken, goh, waarom zou je zo lang wachten? Want dan ben je daar ook vanaf. Ja, nou, ik moet het altijd even laten bezinken. Ik vind het zo verschrikkelijk. Maar ik word er echt niet goed van. Dan denk ik alweer, jongens, die is vorig jaar nog gevuld. Kel. Maar goed, oké, dat was mijn klaagmomentje. Dat is nu klaar. Ik heb een uur en dan gaat mijn trein. Of dan moet ik weg. Dus ik kan even rustig aan broodjes smeren. En ik ga even mijn video inplannen, hè. Dan is dat gefixt. Lucky you als jij nooit gaatjes hebt. Maar bij mij is het elk half jaar weer een feest. Dat ik te horen krijg dat ik weer een gaatje heb. Nou, daar word je op een gegeven moment echt schijnziek van. Dus zo, hè? Zo. Leuke maandag. Top. Ik ben weer thuis van het sporten. En zoals je aan mijn hoofd kan zien, was het loeizwaar. Zoals altijd. Op de een of andere manier maken ze het altijd zwaar. Ah, ik moest van school, daarom heb ik niet gevlogd. Gelijk door naar huis. Want ik kon de trein niet eerder nemen. Dus ik moest echt haasten. Dus toen ik thuis kwam, gelijk omgekleed. Even yoghurt gegeten. En toen ging ik weer. En nu ben ik thuis en is het 6:30 geweest. Ga ik even lekker douchen. Make-up eraf halen. En eten. Dus daar heb ik al heel veel zin in. Dan ga ik even YouTube films op de bank kijken. Maar ik ben echt helemaal dood. En ik vond op school zo'n nutteloze dag. Dat ik echt dacht, oh, waarom ben ik gegaan? Maar ja, goed. Morgen moet ik ook naar school van 9:15 tot 10:45. En daarna heb ik rijles. Dus dat ja. En woensdag ben ik lekker vrij. Maar moet ik wel werken. Oeh, zo. Goedemorgen. Het is
dinsdag. Ik laat jullie even mijn outfit zien. En ik heb school tot 1:15. Dus ik ben rond 2:00 thuis. En dan heb ik om 3:30 rijles. Dus dat eigenlijk. Oké, je kan het helemaal niet goed zien. Maar dit topje is van Costus. Een glittertopje. Deze broek is van Chiquelle. En deze schoenen weer. Misschien als je het hier beter kan zien. Nu wel. Deze met Annie. Mooi, ik ga even eten. Zo, het wordt dus 17 graden. Dus ik heb deze zonnebril mee. Ik heb echt mega veel zonnebrillen. Ik heb een lavel. En ik heb dus een nieuwe besteld. Dus die komt als het goed is deze week ook binnen. En dan zo'n ronde. Hou ik ook heel erg van. En ik heb altijd hele grote zonnebrillen. Want altijd zijn andere zonnebrillen te klein voor mij. Dus ja, groot hoofd, daar moet je een groot iets op zetten. Ja, ik ben klaar. Ik ga nu naar school toe. Ik heb eigenlijk echt geen zin. Maar we moeten het toch echt even doen. Ik zie jullie vanmiddag. Zo, ik ben thuis en het is zo lekker weer. Dus ik ga even zo buiten zitten. Maar eerst even heel erg veel drinken maken, want ik sterf echt van de dorst. Oh my god. Oh ja, en ik heb mijn riem open. Geen zin om dicht te doen, snap je? Oeh. Yummy. Ziet er wel raar uit zo, hè? Lekker. Tadaa. Nou, ik heb dus zo rijles. Ah, lekker. Het is nu 2:15. Maar ik heb rijles om 3:30. Dus ik ga even buiten wat praktijkdingen doorlezen. Want dat heb ik eigenlijk nog nooit gedaan. We hebben een theorieboekje en praktijkboekje of zo. Ik weet niet hoe dat heet. Maar in ieder geval, dat ga ik even doorlezen. En ik heb nog een andere paar to-do dingen. Want ik wil vanavond ook nog Ukkie's hok schoonmaken. Ik wil nog wat van school fixen. En wat had ik nog meer? Ja, echt wel een paar dingen. Maar dat wil ik nog even gaan doen. Oh ja, video inplannen. Want hij was verkeerd gegaan. Of zo. Dus ja, dan doen we dat. Maar eerst ga ik even lekker tot rust komen. En dat boekje doorlezen. Een paar bladzijden wat ik moet in de zon. Gereden. Ik ben alweer thuis, zoals je kan zien. En ik heb net lekker kip gegeten met rijst. Was echt mega lekker. Maar ik zit er weer aan mijn bureau en dat komt omdat ik nog wat to-do-lijstjes had. Dus ik heb even een notitie gemaakt. Dat kan weg. Want de samenvatting is compleet van dit dikke boek. Dit is toch sick. Moet je kijken. Hoe mega erg. Dus dat is compleet. Maar ja, dat zijn mega veel bladzijden. Dus ik heb naar mijn moeder gestuurd en ik kan zij op het werk uitprinten. Voor nu moet ik nog 2 dingen doen. Namelijk, oh ja, een project even checken. En Ukkie's hok schoonmaken. Verder is mijn weevlog nog steeds aan het... Oh mijn god, hij uploadt me niet. Ik word helemaal para. Ja, ik moet even... Hoe heet dat? Een harde schijf kopen. Want mijn computer en mijn laptop zijn beide de hele tijd vol. Terwijl ik echt mega weinig op mijn computer en zo heb staan. Hij zegt dat dat schijf vol is. En dan verwijder ik weer 30 miljoen dingen. En dan zegt hij alsnog, schijf is vol. Dus dan kan ik hem niet uploaden. Dus dat is mega irritant. Dus dan moet ik nog even research naar doen. Welke goed is. Maar goed. Oké, ik ga het even hier opruimen. En even cleanen. Ik heb even mega lekker Griekse yoghurt met aardbeien. Dus dit ga ik even opeten. En even lekker YouTube-filmpjes kijken. Goedemorgen, het is... welke dag is het? Woensdag. Ik ben ondertussen even aan het opmaken. Want ik moet werken natuurlijk. De hele dag tot 5:30 bij Lily. Heel veel zin in. Maar eerst moet ik een campagnefoto maken. Dus daarom heb ik mijn wekker eerder gezet. Maar ik was toch al wakker. Dus maak eerst even zo'n campagnefoto van mijn jewelry. En ik moet deze week ook nog een andere campagnefoto eventjes gaan maken. Verder heb ik dit dingetje aan van... Chica, ik heb vorige keer heel veel vragen over gekregen. Ik ga hem even lekkertjes opmaken. En dan gaan we die foto maken. Zo, nou, foto's maken is gelukt. Die zet ik vanavond even online. Ik moet even nu mijn haar nog doen, want ik had het even zo naar achter. Wet look. Maar nu moet ik het nog even doen. Maar ik moet nu echt opschieten. Want ik moet ook nog eten maken. Want ik ben net tot 5:30. En nog tanden poetsen. En nog mijn schoenen aandoen. Dus ik moet nu echt even opschieten aan mijn haar doen. Dus ik zie jullie vanavond weer als ik terug ben. Want ik moet nu echt even haasten. En ik ben weer thuis van werk. En het ging heel erg goed. Ik heb echt zo'n zere poten. Niet te doen. Dus ja, ik heb al gegeten. Het is
6:30 geweest. En ik ga even mijn kamer opruimen, want het is nog een zootje. Want vanochtend moest ik haasten. En ik had dus verteld dat ik problemen heb met mijn vlog exporteren en zo. Ik zag dat de oplossing dit was. Tenminste, dat vond ik allemaal op internet. Een harde schijf. En deze is voor Mac. Dus die hebben mijn vader en ik even besteld. Nou ga ik dit even fixen vanavond. Alleen ik zou begot niet weten hoe dit werkt. Want ik snap daar. Ik ben niet zo technisch, weet je wel. Dus dat wordt weer een gedoe. Oké, ik heb de harde schijf geïnstalleerd. Kijk, één keer. Dit is echt mooi. Dus dat is top. En er zaten twee draden bij. En ja, ik zit nu gewoon dit op te vreten. Zo slecht, I know. Ik ben nu alles aan het overzetten, zodat ik deze vlog kan uploaden. En ik wil mijn haar wassen. Oh my god. Hij doet het. De vlog is geëxporteerd. Jullie zien. Afgelopen zondag hebben jullie de vlog gezien. Dus hij doet het. Oh, ik ben zo blij. Ik zit al 3 dagen ermee te prutsen. Dus dat is gefixt. En nu hoop ik dat de vlog wat leuker wordt, omdat ik daar de hele tijd mee aan het prutsen was. Ik zou vertellen wat ik morgen ga doen. Morgen is het donderdag en moet ik de hele dag naar school. Ga ik lekker pizza eten als ik thuis kom en ga ik naar papa. Dan gaan we Temptation kijken. Oké, ik ga nu lekker slapen, de thumbnail instellen en dan zie ik jullie morgen. Good morning, guys. Het is donderdag. Het is donderdag en ik heb me al aangekleed. Ik ga me nu even opmaken. En dan ga ik naar school toe. Ik heb les van 10:15 tot 4:15 volgens mij. Oh, ik heb met nat haar geslapen. Nu is het echt half krul, half pluis. Echt heel raar. Kijk, als het nou meer krul was, dan had ik het gewoon zo gelaten. Maar nu is het gewoon alsof ik mijn haar 30 jaar niet heb gekamd. Dus ik denk wel dat ik het even ga stylen straks. En ik ga zo even mijn outfit laten zien. Maar eerst ga ik me even opmaken. Zo, mijn make-up zit erop. Maar ik wil nog iets laten zien op mijn mobiel. Want kijk, ik heb dus heel raar. Ik wil gisteren slapen. En toen deed ik gewoon zo. En toen voelde ik opeens een bobbel. Maar echt mega groot. Dat ik echt dacht, wow, wacht, wat is dit? Dus ik aan die kant voelen. En daar had ik het niet echt. En toen dacht ik, nou, ik maak even een foto. Even kijken hoe dat eruit ziet. Niet de charmantste foto ever. Maar kijk één keer hoe erg. What the fuck? Ik dacht, ik stuur het even naar papa en zo. En die zegt, nou, dat ziet er niet zo fraai uit. Als het niet wegzakt, dan moet je even naar de dokter. Want dat is niet goed. Toen dacht ik, oh nee. Dus het is volgens mij al wel een beetje minder. Maar ik ga het gewoon in de gaten houden. En als het blijft, dan moet ik naar de dokter. Want I don't know wat het is. Ik heb mijn outfitje aan. Ik ga het zo even laten zien. Maar eerst ga ik mijn haar stylen. Oh my gosh. En daarna ga ik naar school toe. Zo, en ik draag vandaag dit groene outfitje. Deze top is van de Primark. Ik weet niet of ze hem nog verkopen. En deze broek is van Lily van Colorful Rebel. De flare broek. En ik vind het leuk omdat het met elkaar matcht. En dan witte sneakers eronder. Ik ga nu snel eten. Ik moet nu echt opschieten. Want ik ben echt te lang bezig geweest met mijn make-up. Ja, dat ga ik nu doen. Hoe mooi is deze lamp trouwens? Echt zo mooi. Wat wil Dagmar zeggen? Oh, mijn batterij is leeg. Ik heb roddels gehoord. It's me. Roddels? Het is roep. Lekker hè, een appel. Mmm, smikkelen. Zo, ik ben thuis en ja, van school ging ja, wel prima eigenlijk. Oh ja, mijn batterij gaat uitvallen. Shit. Oké, ik ga even wat laten zien, want ik heb 2 pakketjes binnengekregen. Eén van Ali, die kan ik niet laten zien, want dit is voor een AliExpress shoplog. Dus die hou ik ongeopend. En deze is denk ik van Comme Moi. Waar ik laatst van had geshoot, want ik heb daar wat besteld. En ik hoor allemaal dingetjes. Er zitten snoepjes in. Thanks Charlotte. Hmm. Dit is namelijk wat ik heb besteld. Super mooi. De zonnebril die ik ook met de shoot de hele tijd op had. Ik vond hem zo mooi dat ik dacht, ja, die moet ik hebben. Zo, ik heb nog even gegeten. En ik zou jullie nog even mijn zonnebril laten zien, want ik heb mijn batterij opgeladen. Mega mooi. Het is niet gesponsord of zo, gewoon zelf besteld. Kijk hoe leuk. En dan een beetje met los haar zo. Helemaal leuk. En hij zit ook gewoon perfect. En ik denk dat ik mijn vlogcamera even thuis laat. Ik heb nog niet veel gevlogd de afgelopen dagen. Niet veel boeiends in ieder geval. Maar ja, ik heb ook niet echt veel boeiends deze dagen gehad. Ik ben trouwens deze kwijtgeraakt. Waarschijnlijk op school. Echt niet leuk. Hij is net nieuw, dat ringetje. Dus ik vind het echt niet leuk. Ik heb overal gezocht. Op school ook. Zelfs de docent hielp meezoeken. Echt zielig. Wel schattig. Maar het is weg.
Dus dat. Maar ik ga morgen lekker sushi eten en zo. Dus dat is wel heel erg leuk. En zaterdag ga ik met papa. Eerst heb ik een wedstrijd weer. En dan neem ik wel mijn camera mee. Dan ga ik even een stukje vloggen daar. Het wordt wat. Ik ben echt benieuwd wat het wordt. En dan ga ik 's middags met mijn vader. Of eind van de ochtend eigenlijk. Naar Den Ham. En daar is zo'n winkel. En dan ga ik kijken naar een nieuwe microfoon. En dan moet ik 's middags weer werken. En 's avonds heb ik een verjaardag. En slaap bij Laurens. Dus echt een hele leuke drukke dag. Ik neem jullie gewoon gezellig mee natuurlijk. Maar ja, daarom heb ik de afgelopen dagen niet echt iets leuks en boeiends gehad om te vloggen. Want ik ging gewoon naar school en dat was het. Waarom doe ik mijn elastiek uit? Ik vond het wel fijn. Dus dat. Ik ga nu weg. En deze hoop ik ooit terug te vinden. En anders koop ik een nieuwe. Hey, droog, hey. Eva, kom je op de vlog? Nee. Kijk, ik heb deze van mijn jewelies kwijt, hè. Hij is uitgegaan op school waarschijnlijk. Want ik voelde opeens was het weg. Ja, echt cool. Die wou ik hebben. Nee, oh. Ik wou nog even zeggen dat ik mijn laatste cijfer van tentamen terug heb. En dat is een 10. Nee. Ja, ik heb een 10 voor professionele communicatievaardigheden. Debat en presteren. Dus dat is helemaal leuk. En nu gaan we onderweg. Ik heb voor debat van 10. Ja. Voor debat en presenteren valt onder één ding. Terwijl ik echt domme dingen zei. Hè? Ik zei echt domme dingen. Wat zei je dan? Nou, goh. Het meisje zei. Weet ik veel. Onze stelling ging over de zomer- en wintertijd. Weet je wel. De een was voor en de ander tegen. En het meisje zei van. Ja, als het koud is, dan ga je niet op het terras zitten. S'avonds, weet je wel. Dan is het koud. Dan doe je dat niet. Weet ik veel. Zoiets. En toen zei ik. Nou, dan doe je toch een jas aan. En iedereen echt zo van... Maar wat heeft dat te maken met zomer en wintertijd? Ja, nou dan echt wordt het sneller donker en koud, weet je wel. Ja, dat soort dingen. Maar ik weet niet meer precies hoe het ging. Zo lang geleden alweer, hè? De belangrijkste reden is, maar... Nee, we hebben zoveel, redenen gehad. Ja. Maar dat was gewoon op het einde, weet je wel. Ja, dan weet je niks meer. Dan moet nee, maar ik zei gewoon heel droog. Ja, en over zulke droog dingen zei ik, weet je wel. En dan kun je blijkbaar goed. Maar goed, ik doe even mijn arm weg, want ik krijg een lamme arm. Bakje pakken voor de... Ja, voor de dit. Oeh. Morgen eet ik ook sushi. Good morning guys. Het is vrijdag en ik ben vrij. Of nee, ik heb eigenlijk één les, maar een vrijdagmiddag een hoorcollege. Staat ook wel online, die PowerPoint, dus dan haal ik het daar wel vanaf. Dus ik ben vrij. Ik ben echt net wakker, kun je waarschijnlijk ook wel zien. Ik pak gelijk mijn camera erbij. Vandaag ga ik eigenlijk helemaal... Ja, ik ga eigenlijk wel helemaal wel wat doen. Maar ik bedoel eigenlijk in de ochtend, ik ga lekker chillen. Misschien ook mijn weekvlog al ga editen, een stukje. En dan komt vanmiddag rond 3 uur Laurens. Tot 6 uur of 7 uur ongeveer. En dan ga ik daarna met vriendinnen naar sushi, hoe heet die? We zouden naar Blue Sakura gaan. Oh, Sakura, ik kan het echt niet uitspreken. Blue Sakura. Sakura. Nou, dat. En dan kon je alleen heel laat pas terecht. Of heel vroeg. En toen dachten we, nou, dan gaan we die in Enschede bellen. En dat was precies hetzelfde. Toen dacht ik, oké, shit. Want sommigen moeten natuurlijk wel gewoon naar school of stage. Dus die redden dat ook niet. Dus nu gaan we in Hengelo naar Maki. Of zeg ik nou iets echt iets doms? Nou ja, maakt ook niet uit. Ze zeggen dat het heel erg lekker is. Ik ben er zelf nooit nog geweest. Maar we gaan het zien. En daar ga ik dus vanavond eten. En morgen heb ik... In de ochtend weer mijn crossfit wedstrijd. Dus ik wil eigenlijk ook niet te laat naar huis en zo. Dus ik ga mijn best doen. Ik weet dus wat we moeten gaan doen. Dat hoor je altijd een dag van tevoren. Dan weet jij wat je moet doen met de wedstrijd. En ik heb nu gehoord dat we dubbel unders moeten. Dat is dus dubbel met touwtjes springen zo. Maar dat is het enige waar ik denk, oh god, kan ik dat wel goed, zeg maar. Zoveel en zo vaak. En dan nog squat clean met heel veel gewicht. Dat vind ik super leuk. Dus daar heb ik heel veel zin in. En toes to bar. En dat vind ik ook best wel easy. Dat is gewoon met je voeten zo naar de stok. Maar omdat ik op turn heb gezeten, lukt dat ook wel. Dus dat is echt top. Alleen touwtjes springen en double unders. Dat gaan we zien. We zullen zien in meer dan mijn best kan ik niet doen. En ik vind het wel leuk dat ik meedoe. Ik ga even een home workout doen. Echt goed. Trots op mezelf. Dus ik heb 3 pakketjes. Echt erg. 2 voor jou min. En 1 ander iets. Dus ik ga het openmaken. Oh, ik ben al bezig met filmen. Het is van de paascollectie. Van jou min. Ik ben benieuwd. Ik ook. Het is. Wat zit er allemaal in? Karamelpopcorn.
Nog één. Brezel en plastic. Okay. Oh, dat zijn die dingen. Dat is lekker. Wow, what is this? Rainbow Rock Unicorn. With hard candy. Wat is dat? Weet ik veel. Dat is snoep. Wow, best cool. Hey. Dit is van de Pasen. Hier zitten allemaal paaseitjes in. Maak open. 50 smaken. Wow, het is nog een beetje door elkaar, maar... Mag ik proeven? Oké, even kijken. En dan nu het laatste pakketje open. Nou, schijnbaar iets breekbaars. Oh, uur later. Huh? En we zijn er nog niet. Oh. Oh, die mag ik nog niet openmaken. Dit is voor mijn shoplog. Zaterdagochtend en ik ga opschieten, want ik ben net wakker en ik heb een wedstrijd. Het is trouwens heel gezellig. Sushi eten, echt heel leuk. En nu moet ik echt nog even wakker worden en gaan we strijden. Waar is mijn hier? Ik heb het zo warm. Ready to go. Ik ga nu even eten, drinken en dan... Neem ik jullie mee? Nee. Ik heb geen bril. Ik heb geen bril. Hier. Er komt in de vlog, Jan Maarten. Oh, nee. De vlog van Floor. Oh, echt? Het ging mega goed. Ik heb echt mega veel rondes gehaald. Bijna 5. Ik moest nog 9 keer 52 kilo squats dinges. En die haalde ik niet meer. Maar ik heb zo hard alles gegeven dat ik heb gekotst. Maar ja, ik kan mijn arm ook niet meer omhoog houden. Dus bijna 5. Ik ben heel erg blij, want ik hoopte dat ik de 3 ging halen. Dus, maar ik moest op een gegeven moment dus... Niet dat ik ziek was of zo, maar ik...
ik kon gewoon niet meer. En dan word je doorgepusht, want dat is gewoon fijn. Dan stop je namelijk. Dan stop ik al na één ronde. Dus werd ik doorgepusht. En op een gegeven moment, ik ging zitten. En ik moest heel veel op adem komen. Want ik heb ook astma, dus ik was al aan de puff daarvoor. En op een gegeven moment moest ik moet kotsen. En opeens, en toen was het allemaal in mijn hand. En ranzig. En iedereen, ze hadden het allemaal niet door. Toen opeens, oh. En moet snel Emma pakken. Ik ging stuk. Maar het zit ook hier. Ik laat het niet zien of zo. Dat is echt ranzig. Ik vind het echt ranzig. Kotsen echt het vieste wat er is. Maar in ieder geval, toen zei ze, kom op, Flo, door. Want iedereen was al klaar. En toen ging ze allemaal om mij heen zodat ik door moest. En nou, ik kon niet meer. Helemaal van mijn padje. Maar goed. Ik ga nu douchen. En dan ga ik met papa naar de... Oh shit, ik moet me ook nog opmaken. Shit. Dus ik moet nu opschieten. En dan ga ik met papa een microfoon kijken. Maar mam, ik heb gezegd dat papa eerder kan komen. Want ik ben al klaar. Maar ik moet nog douchen en opmaken. Ja. Sick. Oeh, komt er bijna weer uit, joh. Oh, sorry, oké. Echt heel vies. I know, maar... Ik heb wel alles gegeven. Oké, nu ga ik snel klaarmaken, zo, anders ben je te laat. Zo, ik heb me even klaargemaakt. Ik ga nu de microfoon halen. Alleen, oh, ik steek mijn middelvinger op. De nagels gesneuveld, ik denk tijdens het sporten, maar hè. Boeie. Ik ben echt nog helemaal van mijn apropos. Dit is echt sick, maar goed. Ik ga even iets eten, want ik tril echt als een garnaal. En dan ga ik er vandoor. Zo, en ik ben weer thuis van het werken. Ik ben echt helemaal kapot, maar goed. Ziek, zwak en misselijk. Maar wij kunnen dit. Morgen hebben we de hele dag om gewoon te rusten. Dus dan ga ik dit ook gewoon doen. Ik ga nog even laten zien wat ik heb gehaald met papa bij die winkel. Zo'n apparatuurwinkel. Namelijk een microfoon. Ik hoop dat hij het doet. En anders moet ik even met mijn camera en microfoon terug. Want dan gaat hij kijken dat het licht is waarschijnlijk aan intern aan de camera. Nu dus deze. De Boya. Mega mooie doos. Deze. Gekocht. Oeh, daar gaat hij al bijna. En er zit dus zo'n, ja, dode kat bij. Noemde hij het. Maar in ieder geval, ik gebruik hem zelf straks zo. Maar deze kreeg ik erbij. Die heb ik even omheen gedaan. En geen zin gehad om af te doen. Maar dit is dus tegen wind. Dus dit is hem. Maar ik ga hem dus zelf zo gebruiken. Ik beweeg. Dus dat is heel chill. Want dan stabiliseert hij gewoon schok. En dan hoor je gewoon alleen mij. Nou, verder ga ik nu even snel wat eten. Want ik heb eigenlijk de hele dag niet meer gegeten. Alleen in de middag, voor ik ging werken, 2 beschuitjes. Want ik moest wel iets eten. Maar ik... dat gekotst, ik weet niet hoe het kan, maar ik ben nog steeds wel apropos gewoon. Ik heb vanavond een verjaardag en daarna ga ik bij Laurens slapen. 'S Nachts gewoon gaan we erheen naar zijn huis en dan slaap ik daar. Dus ik ga vanavond ook alvast de vlog afsluiten, want we gaan niks boeiends doen en rusten en zo. Dus vanavond sluit ik alvast de vlog af. Ik heb heel veel zin in die verjaardag en gewoon bij hem lekker weer slapen. Maar eerst ga ik even wat eten, want ik val echt bijna neer, zeg niet. Normaal. Zo, ik ga me zo even een beetje opfrissen voor die verjaardag. Ik heb net die beelden teruggekeken van sporten, van de wedstrijd. Het is wel echt grappig om terug te zien. Ook dat iedereen ging aanmoedigen, vind ik echt leuk. Maar goed, ik ga eens kijken wat ik aan ga doen. Ik ga me wel echt dik aankleden, want ik heb de hele dag al koud. En vannacht nog op de fiets naar Laurens weer met z'n tweeën. Dus dat is ook gewoon koud. Dus moet even kijken. Zo, en ik heb me eventjes een klein beetje opgefrist. Ik ga nu zo naar de verjaardag. Dus ik sluit ook de vlog af, omdat ik morgen gewoon niks ga doen. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik zie jullie tot de volgende weekvlog. En vergeet je zeker niet even te abonneren op mijn kanaal. Dat zou ik heel erg leuk vinden. Doei doei, bedankt voor het kijken. Thank you.